Goedendag Kleurnet kijkers en luisteraars. Zaterdag 5 mei is het Oosterpark Festival in het Oosterpark. Kleurnet heeft een aantal gesprekken, jullie hebben het al kunnen zien. Gesprekken met bandjes, met andere manifestaties die er gehouden worden. Maar er zijn ook standjes aanwezig op het Oosterpark, waarin verschillende projecten gepresenteerd kunnen worden. Vandaag praat ik met Elri Bots en Orhan Gutje. Van het project Wijkconsulent Ondernemerschap. Zij gaan hier wat vertellen over hun project al daar en waarom zij op het Oosterpark Festival aanwezig zijn. Welkom. Dankjewel. Uitzending. Het project Wijkconsulent Ondernemerschap Amsterdam. Wat houdt het in en wat laten jullie ervan zien op het Oosterpark zelf? Nou, wat houdt het in? Dit project is door de Kamer van Koophandel en Economische Zaken van Amsterdam georganiseerd om startende ondernemers een steuntje in de rug te bieden. Mensen die dus wel een idee hebben van ik zou wel eens een bedrijf willen beginnen, niet precies weten hoe ze het moeten aanpakken, niet weten waar ze moeten beginnen, of ergens in de loop van dat proces tegen een groot probleem oplopen, daar geen oplossing voor weten te vinden. Dat soort mensen die zoeken wij actief in de stadsdelen van Amsterdam, of in de stad Amsterdam. En die kunnen wij een stukje verder helpen om die droom, dat bedrijf, te realiseren. Maar jullie zijn dus buiten het festival, jullie zijn altijd op zoek naar ondernemers. Ja. En Oosterpark Festival is interessant voor jullie, omdat er een hoop mensen op afkomen. Dat is onze bedoeling. Dat is ons ook verteld. En ik ga ervan uit, het is mooi weer. Het is bijna altijd mooi weer. Dat er veel mensen zullen zijn. En we weten gewoon uit ervaring dat daar veel mensen zullen zijn daartussen. Die met zo'n idee rondlopen van, goh, dat bedrijf, dat eigen bedrijf, ik heb het altijd gewild. Ja. En dan gaan wij gewoon proberen veel mensen aan te spreken. En die mensen te zoeken, te vinden. En dan te vertellen, nou, dit project is er. Je kunt ons zo contact met ons leggen. Dit kunnen wij voor je betekenen, dit kunnen we niet. En maak maar een afspraak. En wat kunnen jullie concreet betekenen voor die ondernemers? Want u heeft het over startende ondernemers. Maar betekenen jullie ook wat voor al gevestigde ondernemers die al op weg zijn? Ja, eigenlijk allebei. En vooral die starters en gevestigde ondernemers, die zijn meestal eenmanszaken, zeg maar, kleine bedrijven. En ze zitten ook met heel veel vragen in hun hoofd. Wat wij doen eigenlijk is wegwijzer maken voor hun. Er zijn diverse organisaties in Amsterdam die allerlei soorten activiteiten, zeg maar, verrichten voor startende en gevestigde ondernemers. Maar een potentiële starter of een gevestigde ondernemer is niet echt op de hoogte van alle instanties. Nee. Dus wat wij doen, gewoon informatie geven en ook doorverwijzen, dat eerst misschien vraag helder krijgen en dan doorverwijzen naar de juiste instantie om een probleem op te lossen. En wat voor instanties hebben we dan over? Waar kunnen jullie ze aan helpen? Ik bedoel, ik wil een patatzaak beginnen. Ik kom jullie tegen op het Oosterpark Festival. Ja. Ik vraag aan jullie, hoe kan ik het best met patat gaan bakken en wat kunnen jullie dan concreet voor mij betekenen? Nou, dan zou ik bijvoorbeeld tegen je zeggen van, waar zou je die patatzaak willen beginnen? En oh, daar ongeveer, in dat stadsdeel weet je wel hoeveel patatzaken er al zitten. En waarom wil je dat eigenlijk? Waarom denk jij dat jij daar als 20ste patatzaak nog... We beginnen meteen met, prikkelen van, vertel me maar eens waarom jij denkt dat jij zou kunnen slagen. En dan vervolgens, als het dan toch serieus blijkt te zijn, dan gaan we daar natuurlijk op het festival niet verder mee, maar dan gaan we dan een afspraak met je maken om daar beter over door te praten. Dus jullie stand op het Oosterpark Festival is eigenlijk vooral om in contact te komen met al dan niet startende ondernemers. Ja. We willen graag iedereen laten zien dat we er zijn, waar we zijn, wat we kunnen doen. En als we dat bereiken met het festival, dan is wat mij betreft de dag al geslaagd. Ja, daar ben ik gelijk geïnteresseerd in. Hoeveel ondernemers hebben jullie ook kunnen helpen? Wat is jullie omzet, om het zo maar te zeggen? Nou, wij zoeken dus mensen die niet zo goed weten hoe ze wat ze moeten doen. Dus dat soort mensen herken je niet makkelijk op straat. Het kost dus veel tijd om contacten te leggen, om bekend te worden, om ze uiteindelijk te vinden. Dus we hebben heel veel bezoeken afgelegd. We hebben uiteindelijk intakes gehad. We werken nu een jaar, bijna een jaar. We hebben nu intakes gehad met 3 keer 20, 60
potentiële starters. Ja, nou, contacten met gevestigde ondernemers zijn er natuurlijk veel meer. Mm-hmm. Die zijn namelijk makkelijker te herkennen en makkelijker te vinden ook. Mm-hmm. De starters waar wij naar op zoek zijn, die goed, ongeveer 60 intakes hebben we nu gedaan. En dat zijn toch mensen vaak nog aan het begin van dat proces. Dus je kunt niet zeggen, daarvan zijn er al 40 gestart of zo. Zo snel gaat het helaas niet. Maar het plan is om actief te gaan werven op het festival zelf? Gaan jullie rondlopen met een vlag boven je hoofd van ondernemers, kom naar ons toe? Of hoe pakken jullie dat aan al daar? Nou, kijk, mensen zijn ook op het festival om plezier te maken en waarschijnlijk niet daar om dit soort informatie te krijgen. Nee. Dus heel erg met vlaggen en kom naar mij, dat zullen we zeker niet doen. Tenminste, daar ben ik ook niet de persoon voor. Nee, oké, maar als mensen toch vooral voor andere dingen komen, dan moet je ze toch op een bepaalde manier trekken, neem ik aan. Ja. Hoe doen jullie dat? Nou, dan toch, we hebben een kraampje, hè. Dat maken we met rood-blauw heel duidelijk dat wij dat zijn en dan... gaan we daar gewoon voor staan. De mensen die komen en die kijken en die gewoon... Je ziet het aan hun oog van, hé, wat is dat? Die worden natuurlijk aangesproken. Maar dan wel een beetje, wat mij betreft, dan een beetje in de nabijheid van het kraampje. Ja, en niet over het hele park heen. Nee, precies. Tenminste, Oran, ik weet niet, misschien ga jij wel een act opvoeren, maar... Nee, het is niet de bedoeling. Okay. het kan altijd, heel rustig worden. Er zijn altijd genoeg mensen, zeg maar, die interesse hebben. En wij denken ook, wij komen zeker... terecht bij dit soort mensen, potentiële starters en ook gevestigde ondernemers. En de bedoeling is inderdaad contact leggen en informatie geven wat wij doen. En daarnaast misschien ook een klein stukje advies geven of proberen zeg maar voor een latere datum afspraken te maken om inderdaad wat concreter alle zaken te spreken. Ja. Dat is de bedoeling. Ja. Ten slotte, waarom zijn jullie onmisbaar op het Oosterpark Festival 5 mei aanstaande? Onmisbaar. Ik denk dat wij voor een aantal mensen die droom hebben en niet weten hoe ze moeten verwezenlijken, het hebben van een eigen bedrijf, dat wij daar wel degelijk een betekenis voor kunnen hebben. Voor mensen die dat in hun hoofd hebben. En ik ga ervan uit dat er een aantal op het park, op het festival zullen zijn. Ja. En die gaan wij proberen te vinden. Precies. En stel dat er een aantal mensen zijn, ik hoop het voor jullie natuurlijk van harte, die inderdaad die droom hebben. Waar zouden jullie kunnen vinden? Hebben jullie al weten jullie een locatie? Nee. Of zo? Nee. Nee. Dus het wordt gewoon een kwestie van uitkijken naar de rode bijconsulenten. De rode en de blauwe ballonnen. De rode en de blauwe ballonnen. Nou, Kleurnet, kijkers en luisteraars, u hoort het. Uitkijken rood-blauw. Naar de rood-blauwe ballonnen en kijk uit naar de wijkconsulenten. Heeft u plan om een handeltje te beginnen, om ondernemend te zijn of te worden? Ga eens kijken op het Oosterpark Festival, want al daar vind je het project Wijkconsulenten Ondernemerschap. Met de wijkconsulenten ook. Prima, bedankt.